Leuk dat u weer kijkt naar een nieuw vers nieuws. Vandaag hebben we het over bonen. En we zijn altijd een beetje in de bonen, mooi gezegd. Prachtige bonen, het hele jaar door te gebruiken. Wel bekend zijn natuurlijk de spersiebonen. Vaak uit het buitenland, maar nu volop in Nederland verkrijgbaar. Mooie malse bonen, jong product, echt een proefje. Daarnaast natuurlijk de snijbonen, heel erg bekend. Nu ook volop van Hollandse bonen. Snijden wat grof, hè? Chinoise. Ja. Dan heb je er wat aan, hou je mooi in beet. En de oudere mensen houden echt van stamppot snijbonen, maar dat is een heel ander verhaal. Daarnaast hebben we natuurlijk de peulvruchten, het hele jaar door te verkrijgen. Veelal in de winter. Mooie zak, Peet. Ja, een mooie zak. Maar, voordat je ze gebruikt? Eerst een dag in het water weken, anders kan je ze niet komen. Nee, echt waar. Dan is het niet te kanen. Het geeft een heerlijke bite in je salade. Je kan ze heel mooi als aanvulling gebruiken. Daarnaast nu volop, en daar gaan we ons even wat meer op specialiseren, de erwtproducten. De verse tuinbonen die er nu weer zijn. De mooie doperwten die weer geleverd worden. En natuurlijk de kapucijners. Weer volop aanwezig. Hollands product, zomers vers en gewoon goed te gebruiken. Bonen is wel een beetje een ondergeschoven kindje. Heel veel koks kiezen toch heel makkelijk voor diepvries, maar dat is gewoon jammer. En zeker in deze tijd van het jaar moet je echt voor vers gaan, want dat is er volop. Wat krijgen we te eten, Jordi? Nou ja, we hebben het over bonen en ik word altijd heel erg vrolijk als we het over bonen hebben. Want ik vind een tuinboon en een doperwt ik een fantastisch mooie combinatie. Die heb ik gecombineerd hier in het gerechtje in een soort tartaar. Ja, de doperwt heeft een mooie crispiness in zich en een hele mooie zoete smaak. En de tuinboon heeft een mooi vettig smaakje. Ja. Let wel op dat je de tuinboon dubbel dopt. Hè. Ik kom nog steeds in diverse restaurants waar ze hem enkel doppen en dat vieze velletje eromheen blijft zitten. Nee. Is eigenlijk niet zo lekker. Hè. Maar goed, gecombineerd als tartaar met een beetje bonenkruid. Bonenkruid lekker voor de smaak, maar ook goed voor de darmwerking. Want de bonen zorgen wel dat er wat gebeurt. Combineer ik hem met een mooi stukje vis, een stukje kabeljauw. Een stukje kabeljauw heb ik op de huid gebakken, daarna omgedraaid en gepocheerd in de boter. Heel zachtjes, met een beetje room en een beetje champonsoe-azijn. Champonsoe-azijn is een azijn, is 500 dagen gefermenteerd op basis van rijstazijn. Met allerlei oosterse citrusvruchten, zoals yuzu. Dat geeft een hele mooie aromatische sfeer aan je bonen, maar ook aan je kabeljauw. En dat combineert onwijs lekker bij elkaar. Wat mooie parelgort erbij, aangemaakt met wat kappertjes en tomaat. Volop zomer. En als garnituur hebben wij de Avila Cres. En dat is de ontspruiting van een doperwt. En past ontzettend mooi bij het gerecht. Mooie frieten erbij. Een mooie eyecatcher en een mooi rendementvol product voor op je terras. Ja. Super lekker. Een zomers gerecht en zomerse producten. Die kan je er nu echt mee onderscheiden.